Nou, dat is natuurlijk echt een mooie uitdaging. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Veel mensen zullen toch niet helemaal weten wie u bent. Kunt u iets over uw achtergrond vertellen, hoe u omhoog bent geklommen? Nou ja, hiervoor eigenlijk nog steeds ben ik nu nog lid van het Europees Parlement, hè, namens de VVD. Daarvoor heb ik als advocaat gewerkt in het bouw- en aanbestedingsrecht. En daarvoor als politiek assistent op het ministerie van Defensie. U krijgt dus nu de post Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Welke van die twee krijgt nou de zwaarste component in uw portefeuille? Ja, volgens mij wegen ze allebei heel zwaar. Maar echt, als we het over de inhoud gaan hebben van het beleid, dan wil ik daar graag wat later met u over doorpraten. Want daar is nu nog niet helemaal het moment voor.